Toppertjes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim & Com podcast. En het regent en het waait en ik loop even goed buiten. Dus ik kan me zo voorstellen dat de audio-kwaliteit vandaag niet zo goed is. Excuse me, ik loop nu onder wat bomen, dus ik probeer hem zelf een beetje af te schermen. Maar goed, ik heb besloten om even goed, ondanks het gure weer, naar buiten te gaan vandaag. Weet je, zijn vriend zei ook de komende dagen wordt het geen goed weer. Ja, dan kan ik denken, oké, dan zit ik de hele week binnen. Of ik denk, en ik hoop meteen ook dat ik jou daarmee inspireer. Het is wat het is, net zoals die lockdown. Ik wil graag naar buiten. Ik vind het heerlijk om eventjes frisse lucht, eventjes me-time, even gewoon hoofd leegmaken, een podcastje luisteren of podcast opnemen. Het kan allemaal, dan doe het gewoon. Weet je, het is maar regen. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Het is maar regen. Nou, er viel net een dikke druppel op de microfoon. Dus ik heb echt geen idee hoe slecht het geluid gaat worden. Maar oké, ik ga gewoon doorzetten. Jongens, en sinds gisteravond is voor 2 dagjes, dus morgen al, gaan de deuren alweer dicht. Voor 2 dagen extra de deuren open van Love Attraction Mastery. Mijn allerbeste training überhaupt. Dat meen ik ook echt voor alles wat nog volgen gaat. Dit is de absolute must-have training. En ik wilde zeggen basistraining, maar met basis bedoel ik niet. Dit is de basis, weet je. Het zijn alleen maar basics. Nee, met de basis bedoel ik echt dit. Zijn de fundamentals. Dit is wat jij moet weten, wat je mag leren om dikke vette stappen te zetten, om dikke vette groei door te maken, om ook te leren hoe jij unconditional in alignment komt en blijft. En dit is zo waardevol voor de rest, want ik krijg zo vaak de vraag, ja, en maar wat zou je me aanraden? Money Mindset Mastery of Love Attraction Mastery? En iedere keer weer, en die vraag krijg ik ook wel eens gesteld, wat zou je me aanraden? Weight Loss Mastery of Love Attraction Mastery? Altijd, altijd Love Attraction Mastery als basis. En de rest bouwt daarop voort. Dus ik kan niet genoeg benadrukken hoe waardevol en hoe belangrijk deze training is. Maar goed, ik ga je niet overtuigen. Ik zei al van, dit wordt geen lancering. Dit is gewoon, de deuren gaan 2 dagen open in verband met de lockdown. Ik wil iets extra's doen. Ik wil iets geven. En met geven geloof ik erin. Ik doe een mooie aanbieding. En bewust niet, ik geef iets gratis weg. Omdat ik er dus echt in geloof. Dat zei ik in de vorige podcast ook al. If you don't pay attention. En jij doet jezelf een groot plezier als jij een investering doet in jezelf. Dat meen ik echt. En dit, ja goed, dit zal niet iedereen met mij eens zijn. En dat is ook oké. Maar dit is echt mijn visie. En ik heb in het verleden zo vaak iets gratis weggegeven. En met absoluut niet het resultaat dat ik hoop dat. En heel eerlijk, dat is ook egoïstisch voor mij. Als coach doe ik het goed op hele goede resultaten van mijn deelnemers. Dus ik wil ook dat als jij ja zegt, dat je ook volle bak ja zegt. Dat je volle bak invested bent op alle manieren. En dat jij gewoon de grootste resultaten eruit gaat halen die er maar voor jou uit te halen zijn. En dan bedoel ik ook echt groot, groot, groot. Ik geloof er namelijk oprecht in dat als jij dit mastert, dat jij alles kunt manifesteren wat je wil. En wat deze training zo uniek maakt, is dat jij... Ik praat heel de tijd over op een deep level master van de Love Attraction. Wat bedoel ik daarmee? Heel veel mensen kennen het principe van de Love Attraction. En toch zijn ze niet in staat om deze continu voor zich te laten werken. Want wat is namelijk het key ingredient? Het sleutel, het hoofdingrediënt wat mist. Is het echt op een deep level kunnen voelen. En dat is wat je echt in die training gaat leren. En dat is stap 3. In de ontvangmodus komen. En ja, naar mijn mening... Word jij een master in de ontvangmodus komen op het moment dat jij deze training ook echt oprecht gaat volgen. Dat je daar je energie in steekt. En dan krijg ik ook wel eens de vraag, ja, hoeveel tijd ben ik er dan mee kwijt? Nou, je krijgt onbeperkt toegang. Dus je mag alles in je eigen tempo doen. Dus hoeveel tijd ben ik er dan mee kwijt? Zoveel tijd als je zelf wil. Er zijn zoveel deelnemers die nu voor de 3e keer deze training opnieuw gaan volgen. Omdat ze iedere keer weer op een ander level zijn. En iedere keer weer wat anders eruit halen wat ze dan op dat moment nodig hebben. Dus naar mijn mening ben je sowieso nooit uitgeleerd. En kun je deze keer op keer volgen. En je leert iedere keer weer nieuwe dingen. Oké, nou ja, verder ga ik er niet te veel over lullen. Als je hem wil, dan weet je waar je hem kunt vinden. En dat is via de link in mijn bio, link ik er rechtstreeks naar. Pagina met alle informatie. Ik heb ook een mooie video gemaakt met uitleg. En daar kun je ook meteen ook deelnemen. En rechtstreeks via de website kun je ook www.kimmunnekom.nl onder coaching kun je ook meteen deelnemen. Dus als je nu luistert, je wil het, maak er gebruik van. Ik geef een hele mooie korting en ook echt...
En dit is echt voor de laatste keer. Hier ga ik geen grapjes meer over maken. Je krijgt 4 maanden coaching van mij erbij. Ik heb erover getwijfeld of ik dat zo lang zou doen. Maar toen ging ik terug naar wat is je intentie met dit doen, juist nu. En die intentie is geven en optimaal helpen. Nou, en ik geloof er oprecht in dat deelname en hè, in die community, aan die community, dat is extraatje wat je erbij krijgt. Coaching van mij wekelijks, dat dat zo enorm kan helpen en zo'n enorme extra waarde oplevert. Ik krijg dat van alle deelnemers terug. En ook die enorme groep van like-minded people die zo waardevol zijn in een wereld die vol is met negativiteit nu. Dus dat. Je weet me te vinden als je nog een vraag hebt of twijfelt of wat dan ook. Dan stuur me een mailtje naar info@kimmunnekom.nl. Dan beantwoord ik dat nog voor die tijd. Of stuur me een DM. Ik probeer alles zoveel mogelijk te beantwoorden. Ik ga echt mijn best doen, jongens. Dus sorry als het wat later is. Maar ik ga echt mijn best doen om zoveel mogelijk alles op tijd te beantwoorden. Alright. Dan vandaag. Ik heb zo'n mooie podcast voor je. Althans, dat vind ik zelf. Want heel vaak krijg ik de vraag. Ik wil dit en dat, maar het is er nog niet. Dus iemand wil iets manifesteren, het maakt even niet uit wat het is. Maar het lukt niet. Maar het is er nog niet. Maar het komt niet. Maar het is moeilijk. Maar het duurt lang. Krijgt hij zo vaak die vraag. Oké, ik ga wat met je delen waar je 100% wat aan hebt. En dat is namelijk, hoe weet jij of jij op dit moment vibrationeel een match bent met jouw verlangen? Hoe weet je waar je bent? Nou, heel duidelijk. Als je 100% een match bent, weet je het. Doordat je hebt gekregen wat je wil. Zo simpel is het wel. Als jij 100% een match bent en niet alles komt binnen 1 seconde. Maar als jij 100% een match bent, echt letterlijk 100% een match, dan heb jij wat je wil. Punt. Zo weet je het. Voel jij je goed, dan is het on the way. Dan komt het eraan. Als jij je goed voelt, dan is het. Nou, dan zit het eraan te komen. Maar dan voel je niet de behoefte. En dit is waar heel veel mensen de fout in gaan. Tussen haakjes de fout. Maar. En ze willen het controleren. En ze voelen de behoefte om op te merken dat het er nog niet is. Dat is niet, ik voel me goed. Dat is opmerken dat het er nog niet is. En dat is in een tekort zitten. En dat is niet, ik voel me goed. Ik voel me goed betekent vertrouwen. Als je in vertrouwen zit, je hebt nog niet wat je wil, je voelt je goed, dan is het on the way. En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Want ik ben voor mezelf en denk, oké, wat kan ik als voorbeeld geven? Nou, een voorbeeld voor mij is het huis en het water. Dat is zo on the way. Dat is zo on the way. En daar voel ik me goed over. Dus dat is eentje die heel duidelijk is. En op het moment dat jij merkt en dat je opmerkt dat je er nog niet bent. En dit is even een hele belangrijke, want heel vaak heb je niet in de gaten wat je doet. Als je opmerkt dat je er nog niet bent, dat het zich nog niet heeft gemanifesteerd, dat het nog niet is gelukt. Dat je ontevreden bent over iets, gefrustreerd over iets, je twijfelt over iets. Je voelt je negatief over een situatie als je daaraan denkt. Dan moet je gewoon eerlijk naar jezelf zijn en toegeven, mijn vibratie is op dit moment verre van een match met mijn verlangen. Dat is niet erg, daar hoef je niet boos over te worden. Het is gewoon wat het is. En dat accepteren, dat zien, dat zelfbewustzijn hebben, is superbelangrijk. Dat is de start van alles. Dan is dat wat het is, maar je moet wel zo eerlijk zijn. En niet doen of dat love attraction niet werkt, of dat je er niks van snapt, of dat je alles goed doet. Nee, je bent heel duidelijk geen match met je verlangen. En nogmaals, het is niet erg, maar het is wel belangrijk om te weten, waar sta ik? Oké, vervolgens, als je dan opmerkt, ik ben geen match met mijn verlangen. Oké, pijnlijk, maar het is zo. Wat dan? Hoe ga je dit veranderen? Wat echt voor mij heel goed werkt, en ja, dat is dus echt een advies wat ik je wil meegeven. Ik hoop dat je daar iets mee kan. Het zijn 2 dingen die je kan doen en 1 ding werkt voor mij gewoon ontzettend goed. Abraham Hicks teach 2 dingen. En eentje is, ga algemener denken over het onderwerp waar je op focust. Bijvoorbeeld, als ik mijn eigen voorbeeld pak, hè? Het huis bijvoorbeeld. Dan kan ik heel specifiek focussen op, ik wil een huis aan het water. En het moet er zo uitzien. En het moet dat, en het moet dat, en het moet dat, en het moet daar liggen. En stel nou, er komt een moment dat ik ga twijfelen of dat er wel is. Of dat ik ga twijfelen of me dat wel gaat lukken. Of dat zijn vriend dat ook wel zo ziet. Of ik kan 100.000 redenen bedenken waarom ik zou gaan twijfelen. Op het moment dat ik merk dat ik me zo voel, is het aan mij om algemener te gaan. Dan ga ik plaatjes kijken op Pinterest bijvoorbeeld van supermooi huis en het water. En dan ga ik naar een plek
waar ik me super goed voel. En dan bedoel ik wat ik dus wel kan geloven. En wat ik 100% kan geloven is dat wij een huis aan het water krijgen. Een vet huis aan het water. En die details, daar hoef ik niet op in te spelen. Want dat gevoel wat ik al krijg bij de gedachte aan dat huis aan het water is voldoende. En daar gaat het om. En dat is even heel belangrijk om te beseffen. Ik wil dat je dit doortrekt naar je eigen situatie. Wat jij dan maar wil manifesteren. Maak hem algemeen. Dit is niet iets wat ik doe trouwens. Hè? Maar dit is wat Abraham Hicks teach als een van de twee dingen die je kan doen. Het andere, en dat is wat voor mij echt ontzettend goed werkt. Op het moment dat ik merk dat ik ergens op focus. Waardoor ik in twijfel ga. Of mezelf ga vergelijken. Of me onzeker ga voelen. Of gefrustreerd raak. Of wat dan ook voor een negatieve emotie. Dan haal ik mijn aandacht van het onderwerp compleet af. Dat werkt voor mij heel goed. Ik stap er dan als het ware uit. Zo voelt dat voor mij. Ik haal mijn aandacht er vanaf en ik ga me op iets heel anders focussen. En wat heel belangrijk is hierbij, is dat jij jezelf toestemming geeft om goed te worden in je goed voelen. Even heel goed luisteren naar wat ik nu ga zeggen. Jij mag jezelf toestemming geven om goed te worden in je goed voelen. Zonder dat er zich een omstandigheid heeft voorgedaan waarover jij je goed kan voelen. Oké, nog een keer. Jij mag jezelf toestaan om je goed te voelen. Om goed te worden in je goed te voelen. Zonder dat er zich een omstandigheid heeft voorgedaan. Dus zonder dat er een reden is eigenlijk om je goed te voelen. Snap je wat ik hiermee bedoel? Dit is het oefenen van unconditional alignment. And that is where the magic happens. Jij voelt je goed, ongeacht wat. Dat kun je trainen. Als jij Love Attraction Mastery volgt, kun jij dit trainen. En word jij hier super, 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 super sterk in. Unconditional alignment. Ik voel me goed, omdat ik daarvoor kan kiezen. Ongeacht wat. Dit is een interne keuze die je kunt maken. Die hangt niet af van uiterlijke omstandigheden. Het is makkelijker als er zich een situatie voordoet waarover jij je goed kan voelen om je goed te voelen. Natuurlijk. Hè, als jij een date hebt en iemand vindt jou fantastisch en je voelt... Ik pak me even een voorbeeld. Hè. En iemand doet fantastisch lief tegen je en je bent helemaal in de zevende hemel. Fantastisch. Of je hebt als ondernemer een lancering en je doet het supergoed. Je verkoopt superveel. Ook een reden om je goed te voelen. Maar... laat dat niet de reden zijn waarom jij je goed voelt. The magic happens als jij je goed voelt, no matter what. Want dat is unconditional alignment. En daar zit je goud. Daar zit alles wat je wil. Vanuit daar kom jij in een vortex terecht. Dat is hoe Love Attraction voor je gaat werken. Niet conditional, niet voorwaardelijk je goed voelen, maar onvoorwaardelijk. In plaats van continu reactief te zijn, dus reactief, ga jij proactief zijn. Dat is de hele key. Ik weet niet of dat trouwens Nederlands is. Ik moest meteen iets denken aan wat mijn moeder altijd zegt. Dat is het hele eier eten. Maar dan ook nog in het Limburgs. Geen idee of dit Nederlands is, maar daar moest ik dus aan denken. Dat is het hele eier eten. Nou ja, dat is het hele eier eten. Dat is dus waar het om gaat. Echt letterlijk om in mijn woorden te blijven. That is where the magic happens. Unconditional alignment. Dus sta jezelf toe om goed te worden in je goed voelen... zonder dat jij een reden hebt om je goed te voelen. Er zit 4 keer het woord goed in. Dat is ook het keyword waar alles om draait. Op het moment dat jij namelijk goed wordt en je goed voelen, zul je gaan zien dat dat je dominante vibratie is. En dat wat jij wil zich continu voordoet. En als dingen nog niet komen, dan voel je daar even goed over. Want je zit in dat vertrouwen. Wat ik zei, hè, dat is het tweede voorbeeld wat ik in het begin noemde. He, hoe weet je waar je bent? Nou, op het moment dat je volledig een match bent, dan heb je het. Op het moment dat jij je goed voelt en vertrouwen zit, dan weet je dat het on its way is. Dan komt het eraan. En de derde is, ik voel me gefrustreerd of ik merk op dat het er nog niet is. Of ik baal, of ik ben chagrijnig, of ik ben negatief, of ik ben onzeker. Of ja, noem maar op. Maar dan moet je heel eerlijk zijn, oké, ik ben ver van een match met wat ik wil. En dan mag je dus gaan oefenen. En dan kun je onder andere 2 dingen doen. Go general, zoals Abraham Hicks het teacht. Of haal je aandacht van het onderwerp af. Nou, dat is iets wat voor mij heel goed werkt. En dan elke dag opnieuw weer goed worden en je goed voelen, no matter what. En ja, je wordt af en toe ervan afgegooid. En er doen zich dingen voor die vervelend zijn. En dan word je iedere keer weer uitgedaagd om dit opnieuw op te zoeken. Om opnieuw te oefenen.
ook nu die lockdown. Ik weet dat het heel veel mensen van hun pad afhaalt. En met de kinderen thuis. En het is zwaar. Hè? En ik zei ook in de vorige podcast al, I acknowledge that. Dus ik erken dat ook, dat dat zwaar is. Alleen je hebt vaak niets aan iemand die met je meegaat. En oh ja, snap ik. Oh, wat erg. Nee, je hebt veel meer aan. Oké, wat kan ik doen om hier het beste van te maken? Wat kan ik doen om mezelf hier zo goed mogelijk, om daar zo goed mogelijk met ons gezin en mezelf vooral doorheen te komen? Nou, bij deze, wat jij kan doen, en alles draait om jou, want het is allemaal intern. Word goed. Word echt goed. Word elke dag beter. Hè? Weet je nog, ik ben goed in beter worden. Word elke dag beter in je goed voelen, zonder dat je daar een reden voor hebt. Dus als de omstandigheden even shit zijn, wat je normaal als shit zou ervaren, waar je over zou balen, ga dan eens oefenen met, ik ga me goed voelen no matter what. Weet je, dit is wat het is. En we kunnen twee dingen doen. We kunnen balen, we kunnen er tegenaan schoppen, we kunnen boos zijn op Rutte. Maar heel eerlijk, ik vind dat Rutte het top doet. Doe het maar eens in zijn positie. Hij doet wat hij moet doen, hij doet wat hij kan. Dat is in ieder geval hoe ik het zie. Ik wil hier verder niet over politiek gaan praten, maar maak er voor jezelf het beste van. Het is wat het is. Ik vind het ook niet leuk dat ik geen kerstmis kan vieren met mijn lieve nichtjes Noah en Femke en mijn familie. En dat vind ik ook niet leuk. Maar het is wat het is. Kijk, als we ons allemaal niet aan de regels gaan houden, zijn we nog verder van huis af. Stop met schoppen, stop met gefrustreerd zijn en ga je goed voelen no matter what. Ga daarmee oefenen, ga jezelf trainen. Echt, oh my god, als je hier goed in wordt, je hebt geen idee hoezeer je letterlijk niet alleen nu, als jij jezelf, als je echt goed wordt en jezelf trainen hierin, je hebt geen idee hoe jij jouw hele leven gaat veranderen door zo anders te zijn. Want dat is wat het is. Je gaat letterlijk anders zijn. Je stapt in een nieuwe identiteit. Je stapt in de identiteit van een succesvol persoon. Want succesvolle mensen denken zo. Die pakken ten alle tijden dat persoonlijk leiderschap. En die zitten niet in een slachtofferrol. Denk je dat miljonairs nooit tegenslagen hebben? Nou, ik ken er heel veel die al eens volledig failliet zijn geweest. En op het moment dat ze dan het beltje op en neer hadden gegooid, hadden ze nooit gestaan waar ze nu staan. Het zijn juist die mensen die zo ver komen, omdat ze zo'n mindset hebben. Dat is het. Die snappen hoe het werkt. En weet je wat het ook nog eens is? Bijna alle succesvolle ondernemers praten over de law of attraction en hoe ze die inzetten. Dit is echt a thing, jongens. En ik geloof er ook in dat dat volgend jaar alleen nog maar groter en groter en groter gaat worden. Dit ook wat nu gebeurt, het zorgt steeds meer voor bewustzijn en verandering. En let maar op, dit manifesteren, love attraction masteren, dit wordt een ding. Ik geloof er echt in. Dit is niet een trucje, dit is niet... Ja, natuurlijk, je hoeft er niet in te geloven, maar het is niet een trucje. Het is niet je gelooft wel of je gelooft niet. Het is echt a way of life. En als je dit kan, dan maak je in ieder geval je eigen leven een heel stuk mooier. En daarmee inspireer je meteen anderen om je heen. En dat is naar mijn mening het allermooiste wat je kan doen. En als je het dan hebt over, je hebt verdomme wat te doen hier op aarde, die voel ik dan heel sterk. Dan is dit wat jij mag doen. En dan mag je alles uithalen. Dat mag je jezelf gunnen. En dan mag je nu volledig voor gaan. Alright. Dus als jij voelt, ik ben verre van een match met mijn verlangen, dan is dit wat je te doen staat. Oké, toppertjes. Als je wil aanmelden voor Love Attraction Mastery, wacht dan niet te lang. Laatste dag. Laat mij samen met jou dit gaan doen. Ga samen met mij deze uitdaging aan. Ga samen met mij een master worden. En met zoveel andere like-minded people. In de Love Attraction. Een master in manifesteren. Een master in alignment zijn. Unconditional. En ga letterlijk je hele leven en business veranderen. Gun jezelf dat. Oh, als je dat eens zo kan voelen. Ik gun mezelf die transformatie. Oké, dat was. Ik ga doorlopen. Ondertussen is mijn telefoon zeiknat. Oh my god. We gaan zo meteen eten bij... Normaal heb ik altijd op maandagavond... Sorry, ik ga van de hak op de tak. Normaal heb ik op maandagavond tennistraining. Maar helaas, ook dat is het is wat het is. Vind ik wel jammer. Geen tennistraining meer. En nu ga ik eten bij de schoonouders. En die koken altijd heel lekker. Dan gaan we jullie dan ophalen. Dus, ik spreek je morgen weer. Toppers. Doei doei.